Tyler heeft een grote verrassing voor Carrie. Ze zal deze ring geweldig vinden. Daar komt ze. Aha. Ga zitten, schat. Aha. Ik kan niet wachten. Op naar het belangrijkste moment van alles. Op ons, Carrie. Proost! Oh nee. De verrassing is uit de hand gelopen. Okay. Tyler verwisselde de glazen. Help, help. Schatje, ik ben hier. Kom op, je kunt het. Is alles in orde? Het is een ring? Is dat voor mij? Dat zal ik wel doen, Tyler. Yay, we gaan rijk trouwen. En Annie's vriendje werkt zo hard. Ik mis je, Adam. Schat, ik heb het erg druk. Je bent altijd zo, Adam. Ik voel me beledigd. No. Annie, ik moet je iets vragen. Wil je met me trouwen? Dat is interessant. Wow. Een ring. Ik wil, Adam. Yes. De levering is onderweg, lieverd. Adam zit zo vol verrassingen. Hij is prachtig, schat. Mm. Zo glanzend. En een virtuele afscheidskus. Natuurlijk. Hij hing op. Maar er is goed nieuws. Onze bruiloft zal de rijkste zijn. Yes! Alex gaat de verlovingsring uitsnijden. En de ring is klaar. Het is een kunstwerk van papier. Oh nee. Hij heeft het niet gehouden. Wat kan hij doen? Laten we improviseren. Aha. Knippen, zagen en buigen. Alex kan het doen. Woehoe! Lieverd, ik heb een klusje voor je. Alex, laat me met rust. Ik moet een wekelijks theeplan maken. Wat is dat? Vertel het me. What? Schat, wil je met me trouwen? Yes. Natuurlijk wil ik dat, Alex. De bruiloft zal vrij goedkoop zijn. Maar Alex en Amelia zullen het toch geweldig doen. Carrie is op zoek naar de perfecte jurk. Amelia aan de andere kant zit in de problemen. De jurken zijn te duur. Maar er is iets eenvoudigers in de winkel. Superkorting! Alex, het is het enige. Het is nog steeds te duur, Amelia. Alex, je verpest altijd alles. En het is veel gemakkelijker met rijke klanten. Dit is haar droomjurk. Maar er is iets mis met de prijs. No. Het is te goedkoop. We maken hem voor u. Dat is beter. Schatje, ik kom er zo aan. En de jurk past perfect. Wow. Schat, je ziet er prachtig uit. Dit is voor jou. En er is nog een gelukkig herstel in de winkel. Annie weet al wat ze wil. Oh. Een geldjurk. Okay. We regelen het nu, juffrouw. Het is een ultra-rijke exclusieve. Probeer het gewoon. Ja, ik zou deze kunnen nemen. Deze outfit zal iedereen versteld doen staan. U bent prachtig, mevrouw. Oh ja. Je ziet er geweldig uit. De geldjurk is duur. Bye bye. En Alex heeft nog een cadeautje voor zijn liefje. Adam is weer bezig. Schat, kunnen we praten? We moeten een gastenlijst maken. Wie gaan we uitnodigen voor de bruiloft? Wat een geweldige keuze! De ultra-rijke bruiloft zal de geschiedenis ingaan. Hoe zit het met de uitnodigingen? Rustig maar. Adam heeft overal aan gedacht. Schat, kijk dat eens. Wow, zo creatief. En het belangrijkste, het is ultra-rijk. Tyler, wakker worden. We hebben nog veel te doen. En laten we beginnen met de gasten. Dit is wie hier naar onze bruiloft komt. Iedereen heeft een uitnodiging nodig. Aha. We zullen het anders doen. Uitnodigingen op cash? Goed idee, Tyler. Creatief en rijk. Aan het werk, schat. Kom naar onze bruiloft. Kijk, het is echt geld. Vang het! Oh ja, deze rijke bruiloft zal nog lang herinnerd worden. Oh, geld. Dat is juist. Bruiloftuitnodigingen. Alex, we zijn iets vergeten. We hebben geen uitnodigingen. Wat moeten we doen? Geen paniek. Emilia, we hebben flyers. Iedereen is uitgenodigd. Het wordt leuk, dat beloven we. Mag ik? Buddy, je mag er niet in. Het zal wel. Ik ben al uitgenodigd voor de bruiloft. Aha. Nou, ik denk dat we het geweldig gedaan hebben. Een lekker hapje is wat we nu nodig hebben. Alex en Emilia hebben ook honger. Maar ze kunnen alleen maar dromen van het diner. Heerlijk. Schat, je bent helemaal vies. Laat het opruimen. En het servet is niet meer nodig. Wat een geluk. Geld valt zo uit de lucht. Emilia, je bent vies. Jammer dat Alex geen gelddoekjes heeft. Wat wilt u bestellen? We nemen het al het goede. Ik kan niet wachten om de lekkernijen te proberen. Het ziet er heerlijk uit. 1, 2, 3. Laten we gaan. Het beste diner ooit. Emilia, stop. Wat is hij van plan? Alex is zo romanticus. Schat, je bent prachtig. De romantiek aan de volgende tafel is uit de hitlijsten. Tyler, we moeten ze helpen. Dit is voor jullie. Wow, dat is een fortuin. Adam is weer te laat. Hij is hier, eindelijk. Maar Annie zal het hem nooit vergeven. Schat, ik zal het nooit meer doen. Dat zal niet gebeuren. Annie zal niet van gedachten veranderen. Aha. Ik zal een ster uit de hemel voor je halen, liefje. Wow. En Adam is in voor een kosmisch avontuur. Annie verdient de helderste ster. Aha. Deze zal het doen. Wauw. Schat, kijk eens wat ik heb. What? Adam, je bent zo attent. Oké, ik vergeef het je. Je kunt de ster terugzetten waar hij hoort. Rijke paren zijn klaar voor de dansuitdaging. Ze hebben zelfs een persoonlijke trainer. Laten we beginnen, dames en heren. De huwelijksdans is magisch. Kijk en leer. En nu probeer je het zelf. En sommigen zullen moeten gluren. Waarom? Het is helemaal niet moeilijk. Zet je voet hier, hand daar. Draaien. Hé, je staat in de weg. Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Het is tijd om van de dansvloer af te gaan. Blijf werken. Aha. Geen afleiding. Dat laat hij zien. Maak maar aantekeningen. De training was zeer winstgevend. En het volgende koppel komt op het podium. Alex, hoe lang moet ik nog op je wachten? We zullen deze dans verslaan. Volg mij. Maar eerst moeten we ons omkleden. Ik ben er klaar voor, mijn prins. Emilia luistert niet voor niets naar de coach. Zo sierlijk, zo elegant. Deze dans wordt een sensatie. Maar het is tijd om weer aan het werk te gaan. Wat is een bruiloft zonder een fotoshoot? Lach. Binnenkort worden jullie man en vrouw. Alex en Emilia hadden ook een fotoshoot. En de fotograaf zal de bruidegom zelf zijn. Alex, zo is het genoeg. Ik wil echte foto's. Wat als... Volg mij, Alex. En de arme rijke shoot begint. Het belangrijkste is om in het beeld te lopen. Indringers op het set. Alex, laten we ons verstoppen. Niemand is hier. Nou, de rijke klant heeft weer altijd gelijk. We gaan verder. Hier is het familiealbum. Tyler, we worden het stel van het jaar. Wat is dat? Hoe zijn deze twee op de foto gekomen? Dat is onaanvaardbaar. Deze foto's horen op de vuilnisbelt. Maar het arme stel heeft nu een eigen album. Wow, moet je dat zien? Alex, we hebben een goede fotograaf. Attentie, alstublieft. Emilia nodigt iedereen uit voor het vrijgezellenfeest. Deze plek is niet zo geweldig. Kan die geur weg? Doe alsof jullie thuis zijn, meisjes. Oeps. En help jezelf. Blijkt dat brak eten heerlijk is. Meiden, ik heb nog genoeg chips. En de bruidsjonkers hebben een eigen feestje. Het vrijgezellenfeest zal worden gehouden in Adams' ultrarijke kamers. Welkom, heren. Wow, deze plek is prachtig. Dus dit is wat ultrarijk betekent. En het belangrijkste vermaak op het vrijgezellenfeest zal schaken zijn. Schaakmat, Alex. Verliezen is triest. Dit schaken kan niet verslagen worden. Maar Tyler verveelde zich een beetje. Maatje, ben je in orde? Ja, het is zo spannend. Wat dacht je van een spelletje, meisjes? Jij eerst, Carrie. En we hebben een 1. Laten we eens kijken wat er in petto is voor Carrie. Adem van de dakloze man. Oh ja, dit gaat interessant worden. Kom naar buiten, maatje. Je mag beginnen. Wow, het is hier winderig aan het worden. En de geur is vrij sterk. Meiden, ik ben enthousiast. Zullen we doorgaan? En de bruidegoms zijn in voor een ultrarijk diner. Heren, dit is de meest chique delicatesse ter wereld. Het ziet er verdacht uit. Weet je zeker dat je dat kunt eten? Natuurlijk. Het smaakt heerlijk. Laten we het erop wagen. Helaas, maar de smaak is helemaal niet rijk. Meisjes, we gaan op tournee. 3, 2, 1, daar gaan we. Laat het luid zijn op het vrijgezellenfeest. Adam zal ook een concertprogramma maken. Het geluid van het orgel is zo verkwikkend. Adam, ga zo door. Oh, en wanneer zou dit allemaal voorbij zijn? Saai. Het ultrarijke vrijgezellenfeest is een mislukking. En het vrijgezellenfeest neemt een waterpauze. Neem dit, Emilia. Hou vol, Annie. Meiden, jullie kunnen beter gaan rennen. Wat dacht je van een kaskraker? Dit acteerwerk. Wow. Dit talent. Hoe lang nog? Geen vrijgezellenfeestjes meer. De ultrarijke bruiloft ging geweldig. Het is ons gelukt, schat. Voor altijd samen, Annie. Rozenblaadjes zijn zo mooi. Carrie, op naar een gelukkig leven. Ik zal je volgen tot het einde van de wereld. Alex en Emilia zijn de gelukkigste van allemaal. Schat, kijk hier eens. Dit is genoeg voor een huwelijksreis. Wat maakt het uit wat voor een soort bruiloft je krijgt? Rijk of arm? Het belangrijkste is dat je verliefd bent.